Vorig jaar is het bedrijf van Erik en Jacqueline verplaatst naar een locatie buiten het dorp. En hebben ze gekozen voor een nieuwe opzet. Ze hebben nu een zichtboerderij waar iedereen de hele week kan komen rondkijken hoe het op deze boerderij allemaal geldt en zeilt. Ja, dus die idee is achter van de mensen kunnen komen kijken naar zijn boerderij. Dat je kunt laten zien hoe dat op een moderne boerderij aan toe gaat. Omdat we zelf natuurlijk 4 jonge kinderen hebben. Je moet jezelf niet steeds hoeven verdedigen voor het werk van je vader. Want het is gewoon, ja, gewoon een leuk beroep. En we vinden onze kinderen ook mooi om te zien. En die kunnen dan ook uitleggen naar anderen van, ja goed, als je wil eten en je wilt vlees eten, nou dan gaat dat zo. En daar is gewoon niks mis mee. Jorna krijgt ondertussen van Jacqueline een rondleiding op de boerderij. Nou, ik kom in de zichtruimte. Die is speciaal gemaakt voor dat iedereen kan komen kijken. Okay. Ja. Achter glas wel natuurlijk. Ja. Ja. We noemen het ook wel eens de skybox. Maar iedereen kan dan zien dat wij op dit zeugenbedrijf, hoe wij de varkens houden. Ja. En dit is het gedeelte van de dragende zeugenstal. En dan verblijven ze dan de tijd tot ze naar de kraamstal gaan. Daar hebben we allemaal een chip in. Via het voederstation worden ze dan op een gegeven moment, als het de tijd is dat ze naar de kraamstal gaan. Ja. Dan gaat het deurtje aan de andere kant open en dan komen ze daarop te gaan. Dat gaat allemaal vanzelf? Ja, dat gaat vanzelf. Dus alles, ja, gaat via de computer, ja, als het ware. Ja. Ja, ja. Het is wel echt een modern bedrijf. Ja. 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 Nou, je ziet, ze hebben hier alle ruimte. En vinden, ja, ook mensen vinden het heel erg leuk om te zien hoe die varkens nou gehouden worden. En dat is niet overal in Nederland zo. Maar wij hebben bewust gekozen voor op stro. Omdat je dan ook gelijk... Nou, het is wel een lekker bedje, ja, toch? Ja, je hebt gelijk afleidingsmateriaal voor de beesten. Ja. Ze kunnen rondlopen en ze kunnen dan liggen. Tijd voor Rob om ook even een tour de boerderie te doen. Om zo te zien hoe men leeft en werkt met en van de varkens. Wat zitten we hier? Op het moment zitten er ongeveer een 300 in deze groep. Zitten nee, dit zijn 300. En dat zijn allemaal dames, hè? Dat zijn allemaal dames. Ja, oh. Er zit één beer in het zwarte hokje, zit één beer. Die is voor al die dames? Ja, die is voor al die dames. Maar het is een groot bedrijf, hè? Ja, het is een flink bedrijf. Wat we tegenwoordig zeggen, gezinsplusbedrijf een beetje. Dat betekent dat jij wel gelooft in de toekomst van het varken? Ja, daar geloof ik wel in. Ja? Ja. Ik vind het ambitieus, hoor. Het is een hele hoge investering, dit, hè? Ja, het is een hele hoge investering. Maar daarom hebben we ook richting de toekomst toe vooral in dierenwelzijn geïnvesteerd. Dat vinden de meeste consumenten vinden het steeds belangrijker om in een stukje dierenwelzijn erin mee te nemen. Ja, maar dat is toch een ruime stal, hè? Het is een hele ruime stal en ze liggen fijn in de strooi. En er zit veel meer rust in die varkens. Zie je ook, ze komen bij je staan. Het zijn wel gezelligheidstrutten, hè? Ze komen er gezellig bij zitten. Ze komen er gezellig bij staan. Hey, Erik, nou hebben jullie een zichtstal, hè? Vanuit het glas, achter het glas kan iedereen komen kijken. Ja, iedereen kan komen kijken. En 11 en 12 september is het weekend van het varken. En dan willen we extra aandacht besteden dat mensen op deze manier in de stal kunnen kijken. En dan kunnen ze zien dat die meiden het helemaal naar de zin hebben. Ja, dan kunnen ze zien dat ze het naar de zin hebben. Het zijn een soortje gezellige trutten, want moet je eens kijken, ze komen er allemaal bij.